Hallo iedereen, ik besef dat ik geen intro heb in deze vlog, dus ik ga dat nu even doen. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik eet in een dag in mijn tweede trimester van de zwangerschap. Ik dacht, dat is misschien wel eens leuk om te delen met jullie. En dan zien jullie ook wel eens wat dat ik, ja, zo op een dag goesting in heb en zo. Dus enjoy! Oké, brekkie time. Ik ontbijt met watermeloen, druifjes en Rice Krispies. En natuurlijk water, very important. Ik drink veel water de hele dag door. Daarna is het tijd voor mijn theetje. Ik drink de Moroccan Mint. En dan ook voor mijn vitamine, mijn zwangerschapsvitamine. Heel belangrijk tijdens de zwangerschap. Dus deze neem ik ook nu. Ik ga deze vlog heel eventjes onderbreken voor iets leuks. In samenwerking met Desenio. Dus als jullie graag kortingscode willen of zo, willen zien wat dat ik voor de Baby Boys Room heb van posters voor Desenio. Check it out. Jullie hebben mij zo net al mijn Desenio posters zien uitpakken en alle posters in de kaders steken. En nu wil ik jullie heel graag laten zien welke posters dat ik allemaal heb. Zoals jullie weten, of als jullie het nog niet weten, nieuw zijn hier. Niels en ik krijgen een baby, een jongetje. En we zijn volop bezig met zijn kamertje in orde te maken. Ik wil dat liefst gewoon op tijd voor het derde trimester allemaal hebben gedaan, zodat ik mij dan daar geen zorgen meer over moet maken. En natuurlijk, ik heb posters over het hele huis van Desenio. Ik heb er hier hangen, ik heb er daar hangen. Die daarboven is van Desenio. We hebben er echt superveel over heel ons huis. En natuurlijk kan dat ook niet ontbreken op de babykamer, vond ik. Dus ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb voor de babykamer. Als eerste heb ik één poster die ik nog niet weet waar ik die ga hangen. Hier staat op Hakuna Matata. Vond ik super leuk. Ik ben aan het twijfelen om die daar boven de stoel te hangen en dat te switchen. Maar die stoel gaat binnenkort naar boven. Ik weet nog niet juist waar. Op de babykamer of op onze kamer. Daar ben ik nog niet over uit. En dan komt daar een park. Dus er komt een parkje voor de baby waar die in kan slapen als die klein is nog. En kan spelen als die geen platte baby meer is. Gewoon en kan zitten en zo. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk om deze boven zijn parkje te hangen dan. I'm a superhero, staat erop. Ik vond die wel super schattig. En ons parkje wordt ook zo zwart hout. Dat hebben we momenteel nog niet. Maar ik dacht, dan past dat super leuk samen. En dan is dat zo'n kei-tof cozy hoekje daar. Dus dat gaan we nog zien. Moeten we even kijken. Maar ik denk wel dat er een grote kans is dat die poster daar gaat komen. Dan heb ik voor op zijn kamertje deze. Little Man Cave. Vonden we super schattig. Niels zei direct, oh die moeten we hebben. Dus deze gaan we ergens hangen. Zijn kamertje is helemaal nog niet af, want er komt nog behang. En dan ga ik zien waar de posters allemaal komen. Dus dat gaan jullie wel later in een vlog zien, als het meer en meer af is. Dan wil ik zo een rekje of schapjes op zijn kamertje. En daar wil ik deze. Oh, ik zie net dat ik er een haar van mezelf achteraf zetten. Die ga ik er zelfs even uithalen. Maar dan wil ik deze zetten. Coolest kid around. Of wat staat er? Ja, around of in town. Ik wist het niet juist meer. Nou, deze. En dit is een staandinge. Ik denk vanaf de afmeting 21-30 kun je ook, zijn de kaders met staanders. En kun je ze ook zetten. Dus dat wil ik eigenlijk doen met deze dan op dat rekje zetten. Waarin zijn kamertje.
En dan ons thema gaat jungle zijn op de slaapkamer. Jullie gaan het sowieso zien als het af is. En ik vond deze twee posters zo leuk voor erbij. Ik heb deze koala beertjes. En deze tijger, dat is zo getekende tekeningen. En ik heb deze twee in een houten kader gestoken. Want we gaan ook werken met heel veel riet. Heel veel riet, hout, tinten op de slaapkamer. Dus deze twee zouden er perfect bij passen. Ik vind ze echt super cute. Echt, die tijger is zo schattig en die heeft een unibrow. Hoe cute. En die koalas zijn ook heel schattig. Dus dit gaat echt wel heel mooi zijn bij het thema van zijn kamertje. Ik zou natuurlijk mezelf niet zijn als ik geen kortingscode voor jullie had geregeld. Dus voor de mommies to be ofzo, of mensen die gewoon leuke posters willen in hun huis, zoals ons huis hier helemaal vol hangt. Mijn code is Thalissa10 en deze geeft 10% extra korting bovenop de summer sales die op Decennio gaande zijn. Dus daarbovenop krijg je nog eens 10% korting met mijn code. Het is niet geldig op handpicked en ook niet op de kaders. Dus dat wil ik er eventjes bij zeggen. En mijn code is geldig van 23 juli tot 26 juli. Dus heel veel plezier ermee zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat jullie van mijn posters vinden. Laat het mij onder in de beschrijving weten. En dan ben ik ook gewoon benieuwd om alles te laten zien als ze hangen binnenkort. En welke ik waar ga hangen en zo. Maar dat gaan jullie allemaal binnenkort zien. Dan is het tijd voor mijn lunch. Ik heb toast avocado. Ik heb zo'n proteïne toastbrood gebruikt. En dan daar eitje op, nog bovenop. Super lekker, super simpel als lunch. Dan yet another watermeloen. Ik hou echt van watermeloen tijdens mijn zwangerschap. Deze heb ik gewoon echt met de lepel gegeten. Zalig. Echt wel een craving. En water. Ik drink nu heparwater, 1 liter. Helpt echt wel goed om naar het toilet te gaan. En dan is het tijd voor een snackie. Ik heb deze proteïnebar. Het is zo'n soort nootjesbar. Maar wel super lekker. Oké, time for dinner. Dat is niet gesponsord of zo. Maar wij doen om de paar weken wel HelloFresh. Dus tijd voor HelloFresh was super lekker en super gezond trouwens. Want het was bloemkoolrijst. Maar echt wel heel lekker avondmaaltje. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! We'll be right back.